Goedemorgen allemaal, 9 uur, tijd om weer live te gaan. Live sessie nummer 112, mijn naam is Helga Tijdeman van Financieel Blij en ik neem jullie vandaag weer mee in een stukje live traden. We gaan even kijken in eerste instantie naar de Bitcoin chart. Die zien jullie nu voor je. Dit is de Bitcoin chart van 1 uur. Ik ga even de indicatoren uitzetten, zo. En je ziet ook, hier is een behoorlijke stijging geweest van de Bitcoin. Dit was 24 oktober. Dat was vorige week dinsdag, als ik het goed heb uit mijn hoofd. 24 oktober. En je ziet dat de Bitcoin daarna best wel wat stabiliteit heeft gevonden. Maar dat hij zit nu in een range. Hè? Als ik hier nu twee lijnen zet. Ik zet eigenlijk hier een lijn neer. Even kijken. Option H. En ik zet hier een lijn neer. Dan zie je ook dat de Bitcoin zich gewoon tussen deze twee lijnen inbegeeft. Dat noemen ze dan een range. Hij gaat zijwaarts op dit gebied. Maar voor Bitcoin is dit best wel een brede range. Want als ik kijk, dan range die tussen... Nou, eens even kijken. Dit is wel 4%, 4,09%. Nou, dat is best wel een brede range voor Bitcoin. Als de Bitcoin tussen 1% aan het range is, dan ja, dat komt veel vaker voor. Ik weet niet of we een stukje terug kunnen gaan in het verleden. Hier heb je een stukje dat je in een range zit. Gaan ze even kijken hoor, waar die wat langer in een range Nou, als je hier kijkt, als we hier dan een lijn gaan zetten. En tussen dit, even kijken, gaan we hem iets ruimer nemen zo. Kijk, als die hier tussen range, dan is dat, kijk, 0,67%. Dit is vaak een wat normalere range van Bitcoin. En dan valt er heel goed op Bitcoin te traden. Met de stopmethode. Wel op een leverage platform, want anders is de afstand te klein. Maar zou je dus op deze manier traden, hè, met deze afstand die er is, ja, dan kan je in principe ook met de stopmethode hierop traden. Maar gebruik dan een wat lagere leverage of eigenlijk zonder leverage. Want als je een wat hogere leverage gebruikt, ja, de kans dat je dan wordt uitgestopt met de stopmethode is gewoon wat groter. Wil je weten, hè, hoe dat gaat op zo'n leverage platform en hoe je kan traden met leverage? Op de donderdagavond tijdens het live traden gaan wij heel vaak op een leverage platform traden met de stopmethode. Nou, de donderdagavond hebben we niet meer op YouTube, maar hebben we op onze Blije Academie, Financieel Blij Live, kan je lid van worden. Op dit moment kost dat nog €4,95 per maand. Ik zeg erbij echt op dit moment, want per 1 januari gaat deze prijs veranderen. En ik zou zeggen, heb je enigszins belangstelling daarvoor? Grijp de kans nu om voor €4,95 daar lid van te worden, want het wordt echt een andere prijs per 1 januari. Dus op de donderdagavond gaan wij wat vaker ook traden op een leverage platform. En dan kan je dus ook zien hoe we op een leverage platform met onze stopmethode aan het traden zijn. Nou, Bitcoin redelijk zijwaarts. En dat houdt in dat er op zich best wel goed te traden valt. We zijn natuurlijk wel afhankelijk of er meldingen komen, ja of nee. Nou, voor meldingen, ik ga eigenlijk nooit meer zelf op zoek naar meldingen. Ben ik gewoon te lui voor, duurt me veel te lang, ik moet alle charts bij langs. Heb ik gewoon geen tijd meer voor en daarvoor hebben we de scanner die me daarbij helpt. Scanner is voor mij echt wel een uitkomst. Maar ik zeg wel, ben je een beginnend trader, zorg wel dat je weet of dat je zelf je instapmomenten kan zoeken. Wees niet afhankelijk van de scanner.
Mocht de scanner een keer niet werken, kan je het handmatig zoeken. Een scannerabonnement kost natuurlijk ook weer geld. En vooral als beginnende trader wil je daar misschien wel op besparen. Wat voor redenen kan ik eigenlijk allemaal nog meer verzinnen waarom je niet een scanner zou moeten aanschaffen? Nou, die zijn er eigenlijk weinig. En ik ben gewoon een voorstander van die scanner en het helpt mij ontzettend te beperken in tijd. Hè? Ik kan heel makkelijk, heel snel achter elkaar een trade zetten. Als ik uit de trade ben, kijk even op de scanner. Heeft hij een nieuwe melding gegeven? Zo ja, ga ik kijken. Controleer ik die melding? Is het een juiste melding? Stap ik weer in. Dus voor mij is die scanner echt een uitkomst. Nou, je ziet nu al dat ik... excuus. Dat ik... andere instellingen heb staan, dat ik ook andere platformen hier tussen heb. Dus we gaan hem even instellen op de instellingen voor het moment van traden waar we nu mee bezig zijn. Even kijken, als je denkt van jeetje, wat ziet die scanner eruit? Hoe werkt dat dan? Hoe ga ik hiermee aan de slag? René heeft net in de chat een link geplaatst en daar kan je je aanmelden voor deze scanner. Het mooie ervan is, je kan 14 dagen lang gratis uitproberen. Ja, maar 14 dagen heb ik niet genoeg aan. Dat is wat ik wel eens wat hoor. Of ja, ik kan niet voldoende traden in 14 dagen. Kan ik het ook op een ander e-mailadres nog een keer 14 dagen aanvragen? Nou nee, dat kan niet. Je kan maar eenmalig die 14 dagen gratis aanvragen. Dit controleren ze ook op IP-adressen, zeg maar. Wat ik dan zou adviseren, als jij zegt van ik heb 14 dagen lang gratis die scanner gebruikt en ik weet het eigenlijk nog niet of die scanner wel wat voor mij is, dan neem je gewoon een maand abonnement. Dan betaal je gewoon voor een maand, betaal je die scanner. In die maand kan jij volop die scanner gebruiken en na die maand is je abonnement afgelopen. En krijg je vanzelf wel een mailtje of een berichtje van, hey, bevalt die scanner, wil je hem nog verlengen? Je hebt geen toegang meer, wil je hem verlengen? En dan kan je altijd nog zeggen, nou, ik heb hem nu een maand of inmiddels al wel 6 weken gebruikt. Is die scanner wat voor mij, ja of nee? En dan ga je gewoon lekker verder, ik zou zeggen, met de scanner, maar goed. Even kijken, ik ga hier de filters even aanpassen. We gaan zoeken, we willen graag meldingen op de dollar, op de USDT. Maar ik klik ook even de euro aan. Want wie weet komen er nog meldingen op Bitfavo binnen. Dus dat is mijn eerste, mijn basismunt. Dan ga ik mijn strategie. Nou, alle shorts ga ik eraf halen, want wij traden alleen op een spot wallet op maandag. En dan kan ik niet op een short trade gaan traden. Even kijken. Dan gaan we die er even afhalen. We willen alleen maar de stopmethode. Dus de stock MBB oversold is dat. Nou, die laten we staan. Dan gaan we kijken naar de exchanges. Nou, we willen Bitfavo spot willen we hebben. Want stel je voor dat er nog een mooie trade melding komt op de euro. Nou, Bybit doen we er even af. En we willen KuCoin spot hebben. Nou. Dan de timeframe. Ik doe even 1, 2, 3 en 5 minuten. Zodat we zo volop mogelijk meldingen kunnen krijgen. Nou, de rest is alles goed ingesteld. Klikken we op save. En dan gaan we even kijken. Er zijn op dit moment 3 actieve meldingen. 2 op KuCoin en 1 op Bitfavo. Nou, ik ga in eerste instantie even kijken naar een melding op KuCoin. En het fijne er is, ik zal het nog heel even laten zien. Hè? Hier heb je de linkjes hierachter. Kan je op klikken en dan opent die zich vanzelf in AllTrady. Want AllTrady,
Dat is dit programma wat ik gebruik. Nou, ik heb even geklikt op Rune. Ik zet even mijn indicatoren weer aan. Nou, dit is Rune. Hier is de melding opgekomen. Hij is alweer aan het klimmen. Je ziet ook hier de blauwe lijn zit alweer in niemandsland. Hij is nog niet op de helft, dus hij kan nog wel even. Ik ga hier instappen. En volgens ons trade-plan stap ik met 100% in. Ik ga voor 0,5 winst. En voor maximaal 2% verlies. Nou, het duurt even voordat we erin zitten. Maar we zitten er al in, want dan kan ik hier al aan zien. Nou, hij heeft al aangekocht. Ik kan zeggen, maar er zit altijd iets vertraging tussen. Ik hoor dat ik een echo heb. Ik zal even daar het geluid uitzetten. Zo. Nou, we zitten in de trade. Je ziet dat hij nog niet alles heeft aangekocht. Ik laat deze gewoon staan. Mocht die in prijs stijgen en verkopen op dit punt, gaat deze automatisch weg. Mocht die nog kunnen bijkopen, dan koopt hij nog bij. En dan zet hij automatisch wat hij nog bijkoopt, zet hij hier neer. Want ik ben immers ingestapt met een smart order. Ging misschien iets te snel voor mensen die nog nooit met een smart order hebben getraind. Maar het is zo automatisme voor mij om met een smart order in te stappen, dat ik er niet eens meer over nadacht om het even uit te leggen. Maar dat komt zo meteen vast nog wel even aan bod. We gaan deze trade al wel vast noteren. En dat doen we in ons logboek. Logboek te maken. Met zelf te maken, als je onze Masterclass Excel hebt gevolgd. Heb je hem niet gevolgd, de opnames daarvan zijn nog steeds te koop. Dan kan je zelf je eigen logboek maken. Nou, ik ga hem even noteren, deze trade. Het was 9:09 dat we zijn ingestapt. Het is vandaag, het is alweer 30 oktober, hè. 30/10/2023. En je hoort inmiddels het geluidje. Hij koopt nu ook de rest bij. Rune. Het is een stoptrade. En we zitten op de... Even kijken. 3 minuten. Nou, we gaan niet bijkopen en niet jojoen. Want we zitten immers met 100% in de trade. Nou, je ziet ook... Hij heeft hierbij gekocht. Hè? Ik zal hem even... Kan je zien dat hij op twee plekken heeft aangekocht. Nou, en je ziet ook dat hij hier het restant heeft neergezet. Bij op heeft geteld. Zo, we wachten nu gewoon even af voor deze... Deze trade, ik was even het woord kwijt. Logboek is helemaal ingesteld of ingevuld. En we gaan even kijken, want we lopen wel wat achter op schema met ons logboek. Hè? We hebben gezegd, hè, of we starten met $300. Nou, in het begin hebben we aardig wat verliezen gehad. Ook omdat ik natuurlijk, als de tijd om is, met verlies uit een trade ga stappen. Ook is het afgelopen weken bar weer geweest om te traden met de stopmethode. Ja, je kon niet op elk moment traden als de Bitcoin behoorlijk aan het pumpen of dumpen was. Ja, dan kan je beter maar even niet traden met de stopmethode. Nou ja, maar ik ben aangewezen op de tijd van het live traden en dan ben ik eigenwijs en dan ga ik toch... traden. Ik hoop dat dat een voorbeeld is voor iedereen die ook net zo eigenwijs is als mij, als dat ik ben, om dan toch maar niet te gaan traden.
Maar goed, ik heb het wel gedaan. Ook deels om te laten zien van, hey, hoe red je je uit een bepaalde trade? Hoe stap je met verlies uit een trade? Wat als je tijd om is? Je uitstopstrategie. En dat heeft er wel voor gezorgd dat we in ieder geval nu wel in de min staan. Want we zijn begonnen met $300 en inmiddels hebben we $280. Dus we staan nog $20 in de min. En dat is onze drawdown. Dus we moeten nog eerst die $20 bij zien te treden om op break-even te komen. Maar als je dan kijkt, hè, want we willen eigenlijk, we hadden echt gezegd van nou, we willen dan op 31 december willen we uiteindelijk wel $100 erbij hebben kunnen treden, dat we op $400 staan. Nou, als je dan kijkt bij je daglogboek, dan geeft hij ook aan welk bedrag je op die dag ongeveer zou moeten hebben in jouw portfolio om op schema te liggen. Nou, voor ons is dat op dit moment $346.81. Dat is het bedrag wat wij eigenlijk nu in ons portfolio zouden hebben om een beetje op schema te liggen. Nou, dat doen we dus niet, want we hebben 280.10 in ons portfolio. Dus we lopen $66 achter. Geen probleem. We kunnen nog een heel eind komen. We zitten ook pas, even kijken, op trade nummer 29. Hè? Dus we hebben nog maar 29 tradejes gedaan. Nou, dat is ook best weinig. Ook omdat die berekent dat we in principe dagelijks zouden traden. Goed, daar het logboek even daar gelaten. Kijken even naar de trade. We beginnen iets te stijgen in prijs, maar we zitten nog niet boven break-even. Dus we kijken even. Ik ga heel eerst even kijken naar een KuCoin. Bitfavo melding. Die zal waarschijnlijk wel te weinig volume hebben. Dat is Gas. Gas euro. Nou, je ziet dat hij wel aardig is gestegen in één keer nu weer. Nadat de melding is geweest. Je ziet ook dat die melding nu al op 45% zit in niemandsland. Dus bijna op de helft. Nou, als ik hier nu zou instappen, dan zou mijn instap gewoon onder of boven die MA20 uitkomen. En dat vind ik eigenlijk iets te hoog. Dus dat is de reden waarom ik sowieso niet zou instappen. Reden nummer 2 is, kijk eens hoeveel platte candletjes. Nu valt het in de laatste paar candles valt het nog redelijk mee. Maar als je kijkt in deze serie daarvoor, ja, veel platte candletjes. En je ziet ook hier bij het volume, je ziet ook bijna geen staven bij het volume. Ja, alleen hier een zo'n toren die er bovenuit breekt. Dat zou voor mij ook een reden zijn om niet in te stappen. Nu, ik weet gewoon dat het volume met europaren gewoon wel lager ligt. Dus zou ik iets minder kritisch zijn bij het volume met instappen. Ik geef ook de trade vaak wat langer de tijd met een europaar, dus op Bitfavo. Omdat ik weet, door het volume zit je vaak ook wat langer in de trade. En waar ik vaak ook naar kijk bij Bitfavo is dat ik gewoon liever op een hoger timeframe daar aan het traden ben. Deze stap ik dus niet in. En ik krijg ook nog wel even een melding, daar kunnen we niets mee, omdat we al in een trade zitten, maar ik wil heel even deze melding bekijken. En even samen beoordelen of we wel zouden instappen, ja of nee. Orai. O-R-A-I. Nooit van gehoord. Ik zie ook dat hij maar 1 miljoen volume heeft op de 24 uur. Dat zou voor mij ook wel te weinig zijn. Zou ik normaal niet zo snel optreden. Maar goed, we hebben ook maar een klein budget hier. De melding kwam binnen. Hierop.
Nou, dit voldoet. De stochastic zit in oversold gebied, hebben elkaar gekruist. Ik ga heel even kijken, ik zie een rode vlag hoor. Maar of dat nou echt een rode vlag is, dus even kijken, 241. Nou, enige wat bij mij even doet denken van, hey, wat is er met deze munt gebeurd? Dat zijn twee dingen. Eén, ik ken de naam van de munt niet, ik heb hier dus nog nooit eerder op getraind. Dan ben ik altijd een beetje kijkerig van, hey, wat is er met die munt? Is die in één keer behoorlijk in volume omhoog gegaan? Of waarom komt die munt nu in één keer in mijn lijstje voor? Als je niet zo heel veel treedt, dan zal een nieuwe naam je niet zo gauw opvallen. Daarnaast valt mij nog een ding op en dat is, hij is de afgelopen 24 uur is hij 22% gestegen. In combinatie met een naam die ik bijna, of eigenlijk nog niet eerder heb gezien bij treden, is dat voor mij iets dat ik zeg van, hey Helga, even terugkijken in de chart. Wat is hiermee gebeurd? Is deze van heel laag niveau in één keer behoorlijk omhoog gegaan? Of wat is hiermee? Nou, valt dat mee? Hij is wel geleidelijk omhoog gegaan. En ik denk dat dit een beetje het niveau is waar hij heel lang op heeft gezeten. En hier is hij geleidelijk aan. Ik zal even meer inzoomen. Hier is die wel geleidelijk aan omhoog gegaan. Dit is dus niet eentje die behoorlijk in één keer omhoog is gepumpt. Ik denk als je op een hogere timeframe kijkt, zal heel even op een hogere timeframe kijken. Dit is de uren timeframe. Nou, dan zie je ook dat het wel vrij geleidelijk is gegaan. Het is niet zo dat je hier in één keer een pump ziet. Nou, dan zou dit voor mij, omdat het behoorlijk geleidelijk is gegaan, een reden zijn om te zeggen, nou, laat ik dan toch instappen. Kijk, hier is die wel wat. Dit is de urenchart trouwens. Net was, zat ik nog op de 3 minuten. Je ziet ook van, nou, dat die hier vandaan komt. Kijk, hier komt hij vandaan. Hier is hij al wat in prijs gestegen. Hier is hij redelijk hetzelfde niveau gebleven. Dit is een urenchart, hè? Hier is die weer wat omhoog gegaan. Hier is die weer wat omhoog gegaan. Hier gaat hij ook geleidelijk aan omhoog. Het is niet zo dat hij met 1 of 2 candles omhoog is gepumpt. En dat hij daar is blijven hangen. Of dat hij vanaf daar weer naar beneden is gegaan. Als dat zou zijn geweest, dan zou ik absoluut niet zijn ingestapt. Dit is dan eentje dat ik zeg van, nou, hier zou ik eventueel wel in willen stappen. Alhoewel, het volume is wel wat lager. Hier ook. Maar dat zou me niet weerhouden om hier in te stappen. Maar goed, we zitten in een trade. Dus deze trade doe ik aan de kant. Ik zie dat er meerdere meldingen komen over die munt. En ik ga maar eens eerst even naar de chat. Even zien. Waarom wil mijn chat niet meer omhoog? En ik zag zelfs dat Patricia vanochtend als eerste was. En nu zie ik haar bericht niet meer. Goed. In ieder geval, Patricia, goedemorgen. Ik zag dat jij als eerste vanochtend in de chat was. Goedemorgen, Monique. Heeft ook een duimpje gezet. Patricia had ook een duimpje gezet. René en Connie, goedemorgen. Als mods aanwezig. Bedankt vast voor jullie hulp. Hè. Altijd weer op tijd de linkjes. Zodra ik maar ergens over heb, plaatsen zij de linkjes alweer. Karin, goedemorgen. Marco, goedemorgen. Remco, goedemorgen. Diana, goedemorgen. Henk, goedemorgen. Ellen, goedemorgen. Ankie, goedemorgen. En W. Heimering, goedemorgen. Eens even kijken. Bianca, goedemorgen. En dat zijn de linkjes die zijn gedeeld. Mooi. Nou, je ziet inmiddels staan we in de plus. De prijs is boven break even.
Goedemorgen, Swie. En Swie heeft ook een duimpje gezet. Mooi, er zijn er inmiddels al 18 geplaatst, zie ik. Bedankt, hè. Dat is altijd fijn voor ons om die waardering ook met de duimpjes te krijgen. Maar ook helpt het bij YouTube. Als iemand dan zoekt op live treden, dan gaat YouTube kijken van, hey, welke film, welke video zou hier geschikt voor zijn en wat wordt hoog gewaardeerd. Dus hoe meer likes zo'n video heeft, hoe meer dat getoond wordt aan anderen die ernaar zoeken. Ik vind het koud vanochtend. Ik heb de verwarming al wel aan, maar ik ben altijd een koukleum, maar dus even mijn handen warmen aan mijn beker koffie. Alhoewel die ook niet eens meer heel warm is. Maar volgens mij ben ik de enige die wel 3 kwartier doet over een beker koffie. Ik heb om 8:30 mijn koffie ingedaan en ik heb hem nog niet leeg. Oh, ik ben niet de enige die koud heeft. Ik zie dat Connie het ook heeft. Dus Wanno, goedemorgen. Ook welkom. En het is vandaag alweer nummer 112 van een live trade sessies. En dan live traden bij Financieel Blij. Ik heb onlangs kreeg ik via Facebook een melding dat ik al meer dan 2 jaar live trade sessies geef. En dan denk ik, zo, die tijd is omgevlogen. Ik weet, mijn eerste live trade sessie weet ik nog zo goed. En dan denk ik, oh, wat is er veel gebeurd al in die tussentijd. Oh, Marco zegt, nou, ik zit lekker in mijn warme badjas. Oh, heerlijk. Maar ja, dat kan ik niet doen, hè. Of ik doe de camera uit. Maar goed. Wat ik straks doe als het live is afgelopen. Dan ga ik snel naar mijn warme zwarte vest. En dan trek ik mijn lekkere warme zwarte vest aan. En dan ga ik weer terug. En dan ga ik met Karin al. Ik heb altijd op maandagochtend met Karin overleg. Nou, en hoe die er dan bij zit, dat wil je eigenlijk niet weten. Maar die heeft gewoon een elektrische deken op schoot. Dus we zijn allebei van die koukleumen. Oh, Wanno zegt, ik ben er. Meestal ben ik aan het werk op maandagochtend. Nu kan hij er wel bij zijn. En Wanno zegt ook, ik ben nog niet financieel blij. Nou, misschien ben je wel financieel blij, maar financieel vrij is natuurlijk wat anders als financieel blij. Want financieel blij kan je natuurlijk ook zijn, terwijl je wel gewoon elke maand het geld van een werkgever nodig hebt. Of het geld wat uit treden komt nodig hebt. Of wat dan ook. En daar kan je natuurlijk best financieel blij mee zijn. Oh, ook. Connie moet al lachen. En Karin zegt niet alles verklappen. Nou, dat zal ik ook niet doen hoor, Karin. Oh, de deken staat nu uit. Connie zegt ook, blij ben ik wel inderdaad, maar vrij, dat duurt nog even. Ja, maar wat is financieel vrij, hè? Voor de een zal financieel vrij totaal iets anders zijn als voor de ander. De een vindt financieel vrij als je, bij wijze van spreken, een bedrag op de bank hebt staan waar je de komende jaren mee vooruit kan. Waar je elke maand in principe het bedrag kan afhalen wat je nodig hebt. Voor de ander is dat je geld beleggen of investeren in projecten waar maandelijks een soort van rendement uitkomt. En wat is voor de een
ja, fijner is of makkelijker is, zal voor de ander gelijk paniek veroorzaken. De een zegt van ja, maar ik ga niet investeren, ik ga niet beleggen, ik wil mijn geld gewoon op mijn spaarrekening houden, want dat vind ik veilig, want dan heb ik het in eigen hand. Maar ja, wat gebeurt er met het geld op je spaarrekening? Rente, gelukkig hebben we nu alweer iets van rente. Maar de afgelopen jaren hebben we eigenlijk helemaal geen rente gehad. Maar inflatie hebben we ook mee te maken. Want stel je voor, je hebt, nou laten we het een bedrag houden van 100.000 euro heb je op je bankrekening staan. Nou, het is verstandig om tot aan 100.000 euro per bank te hebben staan, hè? Want dat is gegarandeerd en dat geeft ook de garantie. Dat geld is ook verzekerd, hè? Dan heb ik het over Nederlandse banken. Zou je meer geld bezitten, zou ik zeggen, verdeel het dan over wat meerdere banken, zodat je bij elke bank die garantie hebt van 100.000 euro. Maar 100.000 euro, wat kan je daar vandaag aan de dag mee doen? Wat kan je kopen voor 100.000 euro? En wat kan je over 10 jaar nog kopen met die 100.000 euro? En dat is inflatie. Ik probeer het wel eens aan mijn moeder uit te leggen. En dan zegt mijn moeder van ja, maar als ik nu 100.000 euro heb en dan heb ik over 10 jaar nog 100.000 euro. Ja, maar mam, wat kan je over 10 jaar nog met 100.000 euro? En dat is soms best wel heel moeilijk te begrijpen. Van ja, maar je geld blijft toch hetzelfde? Ja, maar het wordt minder waard. Kijk maar eens gewoon naar iets heel eenvoudigs als bij wijze van spreken een, ja, ik wou bijna zeggen een kar met boodschappen. Maar het ligt natuurlijk ook aan met wat voor soort boodschappen jij je kar vult. Maar goed, laten we eens even zeggen, zo'n kar met boodschappen. 2 jaar geleden, als ik dan naar de Lidl ging, of naar de Aldi, of naar de Plus, of Jumbo, ik noem maar wat op, hè. Ik wil geen reclame maken voor een bepaalde winkel. Maar als ik dan een volle kar had met boodschappen, dan dacht ik, nou weet je, ik ben ongeveer wel 100 euro kwijt. En dan kwam ik bij de kassa en dan was het altijd zo rond die 100 euro. Het kan eens iets eronder zijn, iets erboven zijn, maar ik had een goede kar vol met boodschappen. Tegenwoordig, als ik dan boodschappen doe en ik heb een kar vol met boodschappen, dan heb ik echt niet meer genoeg aan 100 euro. Dan ben ik misschien wel 150 of 170 euro kwijt aan diezelfde volle kar met boodschappen. En sommige dingen gaan geleidelijk. Komt geleidelijk op ons pad. Wordt zachtjes aan wat duurder. Sommige producten, en dat is ook wel misleidend, blijven voor jouw gevoel op dezelfde prijs. Maar dan krijg je in één keer een mindere hoeveelheid voor die prijs. En dat is dus de inflatie waar we mee te maken hebben. Waardoor dus ons geld niet meer de waarde behoudt die hij op dit moment heeft. Dus daarom is 100.000 euro over 10 jaar een stuk minder waard dan dat het nu waard is. En zouden we het gaan beleggen in aandelen, in crypto, in goud, in nou weet ik veel wat allemaal, dan kan je daar een rendement uit halen wat bijvoorbeeld maandelijks of jaarlijks wordt uitgekeerd. En wat je dus, die 100.000 euro zorgt dus dat die voor jou aan het werk gaat, dus voor jou aan het werk, en zorgt dus dat jij daardoor je geld krijgt. En voor de een vindt dus financieel vrij zijn het fijn om bijvoorbeeld dat bedrag met geld op de bank te hebben en te weten van ik heb dat geld daar veilig staan. En voor de ander zou financieel vrij zijn van nou ik heb geld, dat heb ik aan het werk gezet, dat geld werkt voor mij en zorgt dat ik maandelijks of jaarlijks het bedrag krijg wat ik gewoon nodig heb en waar ik vrij van kan leven zonder dat ik afhankelijk ben van een werkgever, een uitkeringsinstantie of wie of wat dan ook.
Dus hè, voor de, even naar aanleiding van financieel vrij of financieel blij zijn. Connie zegt ook, nou, gisteren buitenshuis geluncht. Een broodje rosbief kost €14,95. Ik ben vorige week met iemand even naar een pannenkoekrestaurant geweest. En in mijn beleving is een pannenkoekrestaurant een goedkoop restaurant. Maar een pannenkoek, ja sorry hoor, heel veel mensen gruwelen ervan, maar ik hou van een Hawaii pizza of een Hawaii pannenkoek. Dus hamkaas en ananas op mijn pannenkoek. Moest ik €21,50 voor betalen. Ik schrok ervan. Ik denk, oh, daar had ik eerder biefstuk voor in een restaurant. Maar ja, dat kan tegenwoordig denk ik ook al niet meer. Maar ik schrok ervan. Een pannenkoek. Een pannenkoek. Ja. Maar goed, we klagen wel, maar toch gaan we uit eten. Ik weet, we zijn trouwens uit de treed, hè. Maar toen ik vroeger nog jong was en kind was en nou ja, een beetje, ik noem het tiener was in die tijd. Ik denk dat ik zo 12, 13, 14 jaar oud was of zo, een beetje in die tijd. Was het voor ons speciaal, wij hadden thuis financieel niet slecht hoor, dat wil ik echt niet zeggen. Maar mijn vader werkte in een, als heftruckchauffeur en mijn moeder maakte schoon. En ze hadden gewoon allebei een inkomen, maar dat was niet een hoogstaand inkomen. En wij gingen bijvoorbeeld 1 keer in het jaar uit eten. En dat was aan het eind van mijn vaders vakantie. En dat was het. En daar keken we een heel jaar naar uit. Nou, als we nu 1 keer in de week of 1 keer in de 2 weken niet uit eten zijn geweest, dan zeggen we, goh, we zijn al lang niet meer uit eten geweest. Zo verandert je leven ook, hè? Even kijken. 9:33 waren we uit deze trade. En ons saldo 2,81,50. Deze trade heeft ons 0,5% winst opgeleverd. Ik ga even een linkje aanmaken. Ja, dat doe je hier bij dit fotocameraatje. Dan heb je een aantal opties. Je kan hem opslaan op je computer. Je kan een kopietje van maken van deze afbeelding. Je kan er een linkje van maken. En je kan hem in een nieuw tabblad plaatsen. En je kan hem ook rechtstreeks op een tweet delen. Nou, dat doe ik dus niet. Ik maak er gewoon een linkje van. Een linkje plak ik hier neer. En we gaan kijken. Ik heb nog, dat is, die hebben we nog, net al naar gekeken. Deze. Kijk eens, die heeft een behoorlijke spike hier gemaakt. Ik ga nu niet instappen, want ik vind hem nu niet instapwaardig. De prijs gaat wel weer even naar beneden, maar ik wacht dan liever weer op een nieuw instapmoment. Kijk, hier kwam de melding binnen. En hij heeft direct... kijk, de melding kwam hier binnen. Nou, we zouden ongeveer hier min of meer instappen. En toen heeft die een 5,78%. Is die in 1 candle omhoog gegaan binnen 5 minuten. Nou, ik ben benieuwd. Hier zal er zometeen nog wel weer een melding op komen. Eens even kijken. Waar ben ik gebleven? Bij het broodje rosbief. 3 personen naar een wokrestaurant, €130. Niet normaal, inderdaad. En Wanno zegt, bruiloft op het strand. Nou, moeten we er even treden. Inderdaad. En W. Heimering zegt, ben je al een keertje wezen eten in de patatzaak? Ook niet meer leuk.
Nu moet ik heel eerlijk zeggen, daar kom ik heel erg weinig. Maar ik was van de week ergens bij. Nou, ik volg af en toe wel wat van die Facebook sites, ook wel over budget en dergelijke. En er was ook iemand die zei van, nou, ik ging met 2 kinderen en 2 volwassenen gingen ze naar de patatzaak om eten op te halen. Dus hebben ze het daar nog niet eens gegeten. En dus voor 4 personen en dan hadden ze allemaal 1 snack en dan patat, waren ze €28 kwijt. Nou, dan sla ik toch maar liever die patatzak over. Zo gek ben ik niet op patat. Dan ga ik liever naar de Chinees. Ja, een extra speciaal pannenkoek. Ja, ja. Ja, niet meer leuk. En al die prijzen. Maar goed, we hebben wel een manier natuurlijk waarmee wij dus ons extra inkomen. Een extra inkomen mee kunnen creëren. Nu zal het voor heel veel mensen in het begin echt wel gewoon nog investeren zijn en moet je leren. Maar voor degene die bijvoorbeeld de challenge volgt. Via de Blije Academie. De challenge om van 100 dollar naar 1 bitcoin te gaan. En met die challenge heb ik een andere manier van traden. Ik trade wel op de stopmethode. Ik doe dat ook op een leverage platform. Maar na elke winst trade room ik mijn winst af. Ja, als je kijkt, net de winsttrade die ik net heb gemaakt, had ik $1,40 had ik hier winst op. Wat ik dan bij die challenge doe, is ik zet die $1,40 zet ik apart. En ik ga gewoon weer traden met het bedrag waarmee ik ben begonnen, zeg maar. Even als voorbeeld, ik ben begonnen met $100. En ik ga traden en ik zet een trade en ik heb bijvoorbeeld $1 winst op die trade. Dan haal ik die dollar uit mijn tradebudget. Die zet ik apart neer. En vervolgens stap ik weer in een volgende trade met die $100. Nou, velen die dit horen en aan het traden zijn, zullen zeggen van, ja, maar dan ben je eigenlijk niet goed bezig, want dan maak je geen gebruik van compounden. En compounden is, dus hè, ik stap nu in met $100, ik trade en ik trade er $1 bij. Dus de volgende trade ga ik met $101 traden. En dan trade ik weer $1,10 bij bijvoorbeeld. En die trade daarna ga ik met $2,10 in een trade. Hè, dat is het effect van compounden, dat je steeds je winst gebruikt om steeds verder te gaan. Maar als jij nu een verliestrade hebt, dan heb je niet alleen een verlies over die $100 van je tradebudget, maar heb je ook je verlies over dat geld wat jij al aan winst hebt behaald. Dus je verlies wordt qua geld wat groter. Procentueel blijft hetzelfde, want als jij zegt ik wil altijd maar 1% verlies of 2% verlies hebben op mijn portfolio. Procentueel blijft hetzelfde, maar het verliesbedrag wordt groter. Nou, om dat dan te voorkomen en om steeds je winst veilig te stellen, doe ik dus bij die challenge continu alles wat ik aan winst heb behaald, zet ik apart. Dus ik ben begonnen met $100. Ik ging traden. Ik had bijvoorbeeld $2 of $3 winst. Zeg eens $3 winst op een trade. Die $3 zette ik apart. Ging weer met die $100 traden. Maar wat als je nou verlies hebt? Ik ga traden met $100 en ik heb bijvoorbeeld 2% verlies. Dan zou ik op $98 komen. Oké, is goed. Kan ik niets afromen. Maar weet ik gewoon dat ik de volgende trades moet gaan traden om weer op die $100 terecht te komen. Dus ik weet dan dat mijn volgende trades
de volgende 2, 3, misschien 4 trades, ligt eraan met welke winstpercentage je gaat, daar kan je dus niets van afromen. Daar ben je dus mee aan het werk om weer terug te komen op die $100. Totdat je die $100 weer hebt bereikt en dan kan je weer gaan afromen. Nou, ondertussen heb ik weer even op een linkje geklikt van de scanner. UPO, UPO, USDT heeft hier een melding gegeven. Nou, dit klopt. In beide lijnen in oversold gebied kruisen hier elkaar. Wat ik wel zie is dat er weinig volume zit in deze trade. Hier platte candles, hier een hele lange periode platte candles. Hij komt echt, als je ziet wat hier, ik zal heel even iets meer inzoomen hier. Dan zie je gewoon dat er heel veel platte candles zijn. Het zal je dus net gebeuren dat jij instapt net met een candle met wat meer volume. En daarna komen 5, 6, 7 candles eigenlijk zonder volume. Dan duurt het zo lang voordat jij uit die trade bent. Dat is gewoon niet leuk meer. Ik denk als ik hier zou instappen dat ik niet eens zo heel lang in deze trade zou zitten. Even kijken, heb ik andere meldingen? Nee, deze melding komt weer. Ik ga hier instappen. Puur om even in een trade te zitten. Deze zou ik privé zelf gewoon laten schieten. Puur vanwege het volume. Even kijken. Oh, dan kan ik gelijk wel even. Leg ik gelijk even de smart trade uit. Ik wil in deze trade met een limit order voor de askprijs. Ik ga met 100% instappen. Nou, dat is deze groene order die hier zit. Als ik nu op die askprijs. Ik zal even dit weghalen. Doe het gewoon even opnieuw. Ik wil instappen voor de askprijs. En ik wil met 100% instappen. Nou, dat is mijn instap. Als ik nu op place order zou klikken, dan zou ik gewoon in deze trade terechtkomen. Maar dan moet ik daarna, als ik in deze trade zit, zelf nog een verkoop neerzetten. Maar omdat KuCoin niet de mogelijkheid heeft voor een OCO, dus een order cancelled order. En een OCO, dat houdt in dat je direct een verkoop en een stop loss tegelijk neer kan zetten. En als dan die verkoop wordt gehit, gaat je stop loss weg. En als je stop loss wordt gehit, dan gaat je verkoop weg. Nou, die optie heeft KuCoin niet. Daarom is het makkelijker om bijvoorbeeld een smart order te gebruiken. Nou, je ziet dat deze nu in prijs ook al iets naar beneden gaat. Maar goed, het maakt me nu niet zo heel veel uit waar deze heen gaat. Ik wil nu puur even deze trade gebruiken voor de smart order. Dus voor de askprijs 100%. En ik wil dan direct ook, als deze is aangekocht, een verkoop neer kunnen zetten. Nou, dus ik klik hier op take profit. Die activeer ik. En dan plaatst hij eigenlijk al gelijk een take profit. En die zet hij nu op 1,65%. Dit kan altijd variëren. Nou, ik wil met 0,5% uit deze trade. Dus dat vul ik handmatig in. En hier geeft hij ook aan dat hij 100% verkoopt op deze plek. Nou, nu wil ik ook direct een stop loss. Want ik zie nu al dat deze prijs al wel wat naar beneden gaat. Dus ik wil ook direct een stop loss kunnen plaatsen. En die stop loss, die wil ik op 2%, min 2% plaatsen. Nou, hier geeft hij ook al aan dat hij nu op min 1,65 staat. Nou, 2% is heel makkelijk hier, want dat staat al. Hier hoef je alleen maar op te klikken. 2%. En dan kan je deze order activeren. Voordat ik dat doe, ik heb nu al een beetje ben ik aan het praten geweest, dus ik zie ook dat deze prijs al heen en weer is gegaan.
klik ik nog één keer op de askprijs. En dan activeer ik de order. Dat kan ik doen door hierop te klikken. En door hierop te klikken. Nou, ik zie dat de prijs weer veranderd is. Zo. Als ik nu word gevuld, hè, dus als ik nu in deze trade ga en ik koop aan, dan plaatst hij direct de verkoop en de stop los. En nu, omdat je ziet dat die verkoop nog donkerrood is, dat betekent dat hij nog niet actief is. Nou, er zit weer wat vertraging tussen, want ik zie al hieraan dat ik al wat heb aangekocht. Nou, ik zit in de trade en deze zal zometeen lichtrood gaan worden. Kijk, nu is die lichtrood en plaats hij deze order. Deze blijft nog heel even staan, omdat hij nog niet volledig gevuld is. Nu zie je dat die prijs omhoog was gespiked. Ik weet niet of die snel genoeg heeft gereageerd om mij al te vullen. Ik ga eens even kijken. Ja, nou, ik ben hier gevuld. En als het goed is, gaat nu ook deze gaan zo, kijk, die gaan automatisch weg, want ik ben al gevuld in deze trade. Ik zie dat, ja. Nou, gaan we hem even noteren in ons logboek. 9:50 zaten we in de trade en 9:52 zijn we uit deze trade. 30/10/2023 UPO. En weer een voor mij een onbekende naam. En dan kijk ik even van, hey, wat is dan eigenlijk het volume? Waarom zie ik deze munt eigenlijk niet zo? En nu zie je ook hier, ik zal het zo even laten zien hoor. Ik zal even dit afmaken. 281,78. ...0,10% zijn we uit de trade, terwijl we eigenlijk hadden gezegd 0,5%. En dan zal ik zo meteen even uitleggen waar dat eventueel aan zou kunnen liggen. De honden van de buren zijn weer aan de gang. Je ziet dat deze prijs heel snel op en neer gaat. Dus met dat de order wordt gehit, gaat de prijs ook weer naar beneden. En ook al hebben we hem voor een limitprijs staan, kan het nog zijn dat daardoor dus afwijkend is in de prijs. Kan ook nog eens zo zijn dat dit toevallig eentje is met een hoge fee kosten. Ja. Ja. We hebben hier een als netto PNL 0,49%. En hier is de fee 0,40%. Er zijn een aantal munten binnen KuCoin die een wat hoger percentage hebben qua fee. Nou, dit is er zo eentje, maar goed. We zijn met winst uit deze trade gekomen, dus wat zeuren we eigenlijk, hè? Linkje had ik geplaatst. Nou, waarom ik kan zien dat deze munt, dat ik denk van, hey, deze naam komt me ook alweer onbekend voor. Als ik hier naar de 24 uurs volume kijk, dan zit hier maar $500.000 per 24 uur in. Even ter vergelijking, op Binance ging ik nooit onder de $6 miljoen per 24 uur treden. Dus vandaar, $500.000 is echt heel erg weinig. Ik kijk even in mijn scanner. Ik zie wel weer een aantal meldingen. Ik ga gewoon even kijken. Dit is Tommy. Hier is de melding op binnengekomen.
Nou, dit voldoet. Lijnen in overschotgebied hebben elkaar gekruist, maar ik vind ze erg ver van de niemandsland afgaan. En dat houdt in dat deze prijs zeker nog wel naar beneden gaat. Dus voor mij is deze niet instapwaardig. Nu heb ik nog een melding. Route, USDT. Nou, deze zal ik sowieso al niet instappen. Hier is de melding op binnengekomen. De lijnen zijn hier net in oversold gebied geweest, hebben elkaar gekruist, zitten ook alweer in niemandsland. Nou, je ziet ook wat daar is gebeurd, allemaal pieken. Als je hier snel bij bent, zou dit een hele snelle trade kunnen zijn, hè? Van je stapt in, hup, een spike en je bent er weer uit. Maar goed, weet je, dit zegt mij al genoeg. Zo weinig volume, niet instappen. Miria, ook weer zo'n munt. Nou, je zal hier ingestapt zijn en vervolgens zou je hier een stuk of 10, 12 candles krijgen zonder volume. Ook dit is niet instapwaardig. Buitenom is dat deze hier... de melding kwam hierop binnen, op deze candles. En hij is inmiddels alweer bij de bovenste band. Dus dit is het niet. Ik zet even mijn belletje aan op de scanner. Mocht ik nog een nieuwe melding krijgen, dan word ik gewaarschuwd. Pak even een stukje weer uit scan. Dada 7. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Mijn vraag is: wat bepaalt je keuze bij het instappen? Of je voor een limit order, een smart order of een ladder order kiest? En wat zijn de verschillen of bepaalt all trading short orders? Wij hebben in ons tradeplan bepaald hoe wij gaan instappen. We hebben in ons tradeplan gezegd, we gaan instappen met 100% voor de askprijs. We hebben er trouwens niet bij gezet of we limit of market zouden instappen. Maar in principe bij deze zouden we dus limit instappen. Dat hebben we vastgelegd in ons tradeplan. Nou, zoals je het vastlegt in je tradeplan, zo stap je ook in je trade. Moet ik zeggen dat ik zelf, als ik op een spot wallet trade, dus een wallet als KuCoin, stap ik zelf ook voor de askprijs in. En dat doe ik eigenlijk altijd voor een limit order. Ik heb dat een tijd lang ook gedaan en dat had ik toen ook in mijn tradeplan staan. Wil je zo snel mogelijk in een trade, maar het liefst ook zo goedkoop mogelijk in een trade, dan geeft het de voorkeur om met een ladder order in te stappen. Want dan kan je zeggen, ik stap met een ladder order in en dan wil ik bij wijze van spreken met 100% instappen. En dan wil ik in eerste instantie wil ik voor de askprijs instappen, want ik wil het liefst zo snel mogelijk in een trade. En mijn tweede tray wil ik voor de biedprijs instappen. Nu is hier ask en biedprijs bijna hetzelfde. Maar goed, stel je voor. Dus dat houdt in, de askprijs wil je instappen, want je wil zo snel mogelijk in de trade. Maar je bent ook een beetje zunig, hè? Je wil ook wat goedkoper als kan in die trade komen. Dus met je tweede portie ga je voor een lagere prijs instappen. Deze overweging kan je maken als je zegt van nou, ik wil zo snel mogelijk in de trade, maar ik wil zo goedkoop mogelijk in de trade. Of als je zegt van
Ja, maar goed, als ik in. Ik ben best wel van de snelle instap. En mijn trade gaat eigenlijk altijd de eerste paar candles vaak nog even dalen in prijs. Daarom wil ik bijvoorbeeld altijd met een ladder order instappen. Maar weet je, bepaal dat vooraf wat het beste bij jou past en zet dat in je tradeplan, zodat je altijd op een vaste manier instapt. En niet dat je dat elke keer per trade gaat afwegen, want dan ga je fouten in maken. Je moet te veel beslissingen nemen voordat je instapt en je gaat emotie mee laten werken. Dus bepaal dus van tevoren of je wil instappen. 1. Voor een ladder order, dus als je snel en goedkoper in de trade wil. Of je bepaalt van tevoren, ik wil in een limit order instappen. En dan kan je zeggen, ik wil instappen altijd voor een bepaalde prijs. He, dus je zegt van, ik zal even dit wegdoen. Ik wil voor een limit order instappen. En ik wil pas instappen als de prijs bij wijze van spreken hier is. Dus jij bepaalt zelf jouw instapprijs. He, dus als jij zegt van, als deze trade nog gaat zakken. Dit is niet een juist instapmoment hoor, maar even als voorbeeld van de trade gaat waarschijnlijk nog wel zakken in prijs. Ben bereid om deze prijs te betalen. Als de prijs zakt tot deze prijs, dan wil ik in mijn trade zitten. Dat kan dus een overweging zijn. En je kan dus ook overwegen, nee, ik stap voor een limit order in en dat doe ik altijd voor de askprijs. Dus ik probeer zo snel mogelijk in de trade te komen. Askprijs wil niet zeggen dat je altijd direct in de trade komt, want het kan zo zijn dat de trade best wel snel in prijs stijgt of daalt en dat je net voor de askprijs, dat je net niet op tijd was, dat je net niet goed gevuld was, er stonden wat andere voor jou in het orderboek, ik noem maar wat, hè. Ik werk niet met het orderboek, maar ja, dat kan je dus met de askprijs ondervangen. De andere kant, dat is vaak zoals ik bij een leverage platform instap, is instappen voor de marketprijs. Dat is ongeacht welke prijs de trade op dat moment ook staat. Ik wil gewoon hoe dan ook in deze trade zo snel mogelijk. Dan hoef ik alleen maar op market te klikken en dan zeg ik, nou, ik wil met 100% instappen. En dan plaats ik mijn order en dan koopt hij gewoon bij of hij stapt gewoon in op de prijs die er dan op dat moment is. En dat kan hoger of lager zijn dan de prijs die hij op dit moment aangeeft. Dus dat is een overweging om te zeggen van hey, hoe stap je in? Dus ladder order. He, ik wil snel, maar ook goedkoper in de trade. Een limit order is, ik bepaal zelf de prijs waarmee ik in de trade stap. Een limit order voor de askprijs is, ik wil graag snel in die trade voor de prijs die er nu is. Maar mocht de prijs snel zakken of dalen, dan heb ik wel even geduld. Voor ongeduldige mensen, nee, maar wil je wel echt direct in de trade, dan kies je voor een marketprijs. Hou er wel rekening mee, market orders zijn vaak ietsjes hoger in fee als limit orders. Dus hou daar even rekening mee. Maakt in prijs niet zo heel veel uit. Ik vind dat ja, in principe een beetje peanuts. Ik ga me daar niet zo heel erg druk om maken, om market of limit. Dus dat is voor mij de overweging. Zelf op een spot wallet stap ik eigenlijk altijd met een limit order voor de askprijs in. En op een leverage platform stap ik in principe altijd met een market order in. Ik hoop dat het duidelijk is. Even kijken. Wat nou zegt de BTC gaat bewegen? Nou, toevallig hebben we nu de 1 minuut voor ons. Dus die is altijd al wel bewegelijk. Ik kijk zelf altijd op 1 uren chart.
Nou, hij is aan het stijgen. Bitcoin. Als ik iets kleinere timeframe wil kijken, kijk ik vaak even op de 15 minuten. Nou, hij wil hier weer uitbreken. Je ziet ook hier aan de stochastic, die is in overbought gebied. De lijnen wijzen echt omhoog. Als ik dit even vergroot, je ziet ook hier de lijnen wijzen echt omhoog. Ze hebben elkaar nog niet gekruist. Dus er is ook nog geen teken dat de prijs naar beneden zal gaan. Dus dit geeft aan van, hey, let op, hey, de prijs blijft nog wel even stijgen. Ook hier bij de MACD, deze staafdiagrammen zijn nog donkergroen. He, er zit nog veel, veel kracht in die stijging. En ook hier zie je deze lijnen. Hier is blauw, heeft net hier weer rood gekruist, maar van onderen naar boven gekruist. Deze lijnen staan nu ver uit elkaar. Dat houdt in dat er echt wel een stijging aan de hand is. En dat die stijging nog wel even doorzet. Dus inderdaad, Bitcoin is nu aan het stijgen. En die stijging zet nog wel even door. Ik krijg nog even een melding waar ik even naar ga kijken. Unvi. Op de 3 minuten. Nou. Als het goed is kunnen we hier waarschijnlijk nog wel even mooi profiteren van ook de stijging van Bitcoin, dat deze ook meestijgt. Ik ga even kijken, hij is wel 12% gestegen, nou dat is geen probleem. Hier in oversold gebied, beide lijnen kruisen nu elkaar. Je zou heel even nog kunnen wachten met instappen, totdat die blauwe lijn echt tegen niemands land aan is. Nou, zoveel geduld heb ik vaak niet. Ik stap in voor de askprijs 100%. Ik ga voor 0,5% winst. En voor maximaal 2% verlies. Klik nog even op de askprijs. Ja, kijken of we erin komen. Ik zie de prijs nu snel stijgen. En oh, hij heeft wel aangekocht. Dat zie ik hier. Maar er zit weer een vertraging tussen. Nou, we zitten in de trade. Ik ga hem vast noteren. 10:07. En een V. Met de stopmethode. We zitten op de 3 minuten. Nou, we gaan niet bijkopen of niet jojoen. En de rest weten we nog niet. Nou, even kijken wat hij gaat doen. Even kijken. Orbi, Franken. Wat zijn normaal de maandelijkse kosten voor het traden? En Dada7 zegt, oh, dat was van de vraag van net, hè, over de orders. Met welke orders stap je in? Heldere uitleg, dankjewel. Even kijken, wat zijn de maandelijkse kosten voor het traden? Nou, in principe, wat heb je nodig om te kunnen traden? Nou, dat is een exchange. Een exchange zoals bijvoorbeeld KuCoin. Nou, je kan je aanmelden op KuCoin. Daar stort jij geld heen. Het makkelijkste is als jij fiat geld heen wil storten, omdat bewijs van spreken via Bitfavo te doen. Ben je benieuwd hoe dat eigenlijk allemaal werkt? Op de Blije Academie hebben wij een cursus staan, leer traden met €50. Deze cursus geeft eigenlijk aan hoe je met €50 kan gaan starten met traden. Daar gebruik ik nog wel het platform van Binance. Want toen was Binance nog gewoon voor Nederlanders beschikbaar. Nu op dit moment is het tijdelijk gewoon niet beschikbaar voor Nederlanders. Voor de Belgen binnen ons platform allemaal nog wel. Maar in plaats van Binance kan je ook lezen KuCoin. En het werkt op zich wel hetzelfde.
Je stort je geld naar een exchange, zoals KuCoin. En die exchange, dat is in principe gewoon gratis. Als daar jouw geld staat, kost het jou niets. Ga jij traden, dan betaal je per trade die je zet een kleine percentage aan fee. Nou, dat moet jij gewoon berekenen als dat zijn kosten van het traden. Daar hou je gewoon rekening mee. Je zorgt dat jouw winst op een trade meer is dan de fee die je moet betalen. En uiteindelijk betaal je daar dus je fee mee. Nou, ik zei net al, misschien kunnen we hiermee profiteren met de stijging van Bitcoin. Maar deze gaat dus, nu Bitcoin omhoog gaat, gaat deze naar beneden. Dus even kijken. Ja, Bitcoin gaat omhoog. En dan had hij deze naar beneden. Deze gaat ook wel uitgestopt worden. Je ziet ook hier wel de lijnen. Die gaan echt nog naar beneden. Je ziet ook hier de lijnen naar beneden. Hè? Wat je net zag bij Bitcoin, zie je hier dus omgekeerd. Dus deze prijs gaat nog wel zakken. En hier worden we vast uitgestopt. Geen probleem, hoort erbij. De kosten van het traden. Dus gewoon een exchange waar je je geld op zet en waar je eventueel rechtstreeks op zou kunnen traden. Dat kost je in principe niets, alleen maar de fee van het platform als je een trade zet. Zet je geen trade, dan kost het je ook geen geld. Nou, ik maak gebruik van een trade platform. Nu zie je hier AllTrady. AllTrady kan je 14 dagen lang gratis gebruiken. Daarna moet je voor AllTrady betalen. Nou, dan is het aan jou. Wat voor soort abonnement wil je? Wil je een basisabonnement? Wil je een ultimate abonnement? Ik zou zeggen, basisabonnement heb je in principe voldoende aan. Zou je meer willen uitbreiden, dan kan je altijd nog upgraden naar een ultimate. Maar een basis zou je in principe voldoende aan hebben. Nou, ik geloof dat als jij een jaarabonnement afsluit bij AllTrady, dat is in principe het goedkoopste, krijg je nog zoveel procent van AllTrady als korting. Daaroverheen kan je onze kortingscode gebruiken en dan krijg je nog eens een keer 15% extra korting. Dan kom je op ongeveer 17 euro per maand uit voor een platform als AllTrady. Nou, naast AllTrady heb je eventueel nog een ander soort platform en dat is HyperTrader. Nou, HyperTrader is in de basis gratis. Dus begin je net, kan je met HyperTrader starten. Die videocursus die ik in de Blije Academie heb staan, gebruik ik ook HyperTrader. En laat ik ook zien hoe HyperTrader werkt. In principe of het nou HyperTrader is of AllTrady, het komt in de basis wel een beetje op hetzelfde neer. HyperTrader is dus in de basis wel gratis. Alleen als jij meerdere opties zou willen. Bijvoorbeeld smart trades willen zetten, zoals ik hier deed bij AllTrady. Moet je daar 9, ik geloof iets van 9, pin me niet vast precies op die prijzen, maar ik geloof iets van $9 per maand voor betalen. En wil je ook nog eens meerdere charts kunnen opslaan of openen of templates kunnen opslaan? Want ik heb hier bijvoorbeeld een aantal templates. Hè, wil ik alleen het volume zien, dan kan dat. Klik ik gewoon op, wil ik even kijken voor de stopmethode. Met de SBM-methode wil ik daar, heb ik een template voor. Nou, zou je dat ook willen bij HyperTrader, moet je ook weer 9 euro per maand voor betalen. Dus dan betaal je inmiddels al 18 euro per maand voor HyperTrader. Dan is AllTrady goedkoper. En AllTrady heeft veel meer mogelijkheden. Kan je veel meer platformen op aansluiten. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik meer een voorstander ben van AllTrady dan van HyperTrader. Maar goed, dat ben ik. Dus ten eerste heb je nodig dus de exchange. Die is in principe gratis. Je betaalt alleen per trade die je zet, betaal je een fee. Daarnaast zou het prettig zijn als je een trade platform gaat gebruiken. Nou,
en je wilt een betaald trade platform, dan zeggen we 17 euro per maand. Laten we het daar even ophouden. 17 euro per maand. Wil jij ook gebruik maken van een scanner? En ik pak even de Cyan-scan erbij. Hè, dus dat je meldingen krijgt voor instapmomenten. Ik zeg al in het begin, hoeft het echt niet. Je kan zelf de charts erbij langs gaan om te zoeken. Maar zeg je van, nou, ik wil eigenlijk ja, ook gewoon mijn tijd besparen. Dan ja, wil ik zeg maar ook die scanner. Ik lees nu net in de chat dat Karin die zegt, als je bij Altrade onze kortingslink ook nog eens gebruikt, betaal je €14,85 per maand op een jaarabonnement. Dus, hè? Dus als je een jaarabonnement afsluit. Dus laten we het even houden dan op 15 euro. Dus hè, neem je een trade platform zoals wat ik hier heb, hè, Altrade, dan is dat 15 euro per maand. Zeg je nou, ik wil daar ook nog bij de scanner gebruiken. Nou, dan gaan we even kijken bij de scanner. Daar heb je ook diverse abonnementen. Nou, mini, daar heb je in principe heb je daar niet zo heel veel aan. Want je hebt geen built-in strategieën. Weet ik wat, hè? Daar kan je niet zo heel veel mee. Je hebt een aantal alarmdingetjes, maar dat denk ik van, ja, wat heb je er dan aan? Dan geef het mij voorkeur voor een basic abonnement. Basic abonnement, die heeft eigenlijk alles wel wat je nodig hebt. Wil je ook gebruik maken van built-in strategieën, dus bijvoorbeeld ook de SBM-methode als strategie, ik noem maar wat, dan heb je wel de advanced nodig. Maar ben je net gestart, dan heb je voldoende aan de basic. Nou, zou je die basic dus per jaar afsluiten, dan betaal je dus €114,99. Onze kortingscode, hè, onze kortingslink gaat daar nog overheen. Gaat er hier nog vanaf. Dus als 15% korting gaat er nog vanaf. Dus dan kom je op 8 euro zoveel per maand uit. Zeg maar 9 euro, houden we het even hoger aan. Per maand uit wat je dan betaalt voor de basic als je een jaarabonnement afsluit. Je kan ook zeggen, nou, ik weet niet eens of ik het wel een jaar volhoud om te traden. Doe mij maar een maandabonnement. Dat kan ook. Dan betaal je €13,99 per maand. Gaat onze 15% korting nog vanaf? Nou, dan zit je op, nou eens even kijken, 11 euro zoveel. Zeg maar 12 euro. Wat je dan betaalt voor een maandabonnement. Maar goed, laten we ervan uitgaan dat je voor de goedkoopste optie kiest. Dus een jaarabonnement bij Altrade, jaarabonnement bij Cyan-scan. Dan kom je dus in de maand uit op 24 euro. Wat je dus betaalt om jouw traden zo fijn en gemakkelijk mogelijk te maken. Ik zeg er echt bij, je hebt het niet nodig. Je kan ook puur en alleen de exchange gebruiken om daar op te traden. Je kan rechtstreeks op een exchange gebruiken. Maar ik vind het niet prettig. En als ik dat had moeten doen, was ik al lang gestopt met traden. Hè, als ik rechtstreeks op de exchange aan het traden ben, dan heb ik geen pijltje staan van waar ben ik in de trade gegaan, waar ben ik uit de trade gegaan. Ik heb geen break-even line. Ik heb geen. Meestal kan je de template niet, geen template vastzetten. Kan je één template of één scherm, kan je indicatoren neerzetten. En als je iets wil wijzigen, ja, moet je dat dus iedere keer veranderen. Met een beetje pech heb je ook nog eens een exchange waar je iedere keer als je inlogt alle indicatoren weer neer moet zetten. Dus het zou mij mijn plezier van mijn traden weerhouden. Dus vandaar dat ik echt wel een voorstander ben van een trade platform, een tradingstool zoals, nou ja, Altrade en de Cyan-scan, want dat scheelt me een hoop tijd en zelf zoekwerk. Dus zeg maar voor laten we het hoger aanhouden. Voor 25 euro in de maand zijn dan de kosten die je zelf moet gunnen om met plezier te kunnen gaan traden. Het
kan ook een eerste doel zijn, hè, waar je heen kan gaan werken. Van oké, weet je, ik investeer in mezelf, dat bedrag, hè, want dan heb ik het over jaarabonnementen. Ik zou zeggen, wacht even tot Black Friday. Dan heb je vaak leuke aanbiedingen. Gun jezelf dan op beide een jaarabonnement. Noteer wat je daaraan hebt betaald. En zorg dat je dat terugtreedt. En zet dat bedrag apart. Zodat je volgend jaar weer met Black Friday weer gewoon die aanbieding kan aanschaffen. Maar dat je dan kan betalen vanuit jouw tradeportfolio. Dus doe net zoals ik dus nu doe bij de challenge. Voor elke winsttrade room je je winst af. Ik koop van dat afgeroonde bedrag, koop ik Bitcoin. Jij kan zeggen, dat afgeroonde bedrag, dat bewaar ik. Ik heb nu, ik noem maar wat, 250 euro uitgegeven of 300 euro uitgegeven aan die trading tools. Ik wil een potje hebben in mijn budget van 300 euro, zodat ik volgend jaar met Black Friday weer die tools kan aanschaffen. En als je dat bij elkaar hebt, dat laat je gewoon zijdelings staan, dan ga je voor het volgende doel aan het treden. Dus probeer iedere keer gewoon je doelen vast te leggen. Ik zie in één keer dat hier die prijs ook behoorlijk zakt. Nou, we zijn er gelukkig al uit. Even kijken hoe het bij Bitcoin eruit ziet. Ja, die schiet nu omhoog. Nou, het is een mooie tijd om te stoppen met traden in ieder geval. Ik zal deze nog even noteren. 6 over 10, 12 over 10. Oh. 10 uur 12. Jammer dat we eindigen moeten met zo'n verliestrade weer, maar goed. Nou, we hadden ons verlies beperkt tot 2%, min 2%. Nou, dat is mooi binnengebleven. Het linkje. En dit is weer zo'n trade waar ik bij zet. BTC aan het stijgen. Dan weet ik van, waarom is dat in één keer een verliestrade geworden? Nou, eens even kijken. We hebben vandaag, jammer wel, een verliesdag. Min 1,26%. Dat is door die laatste trade. Jammer. Twee tradejes daarvoor hadden we 0,6% winst. Nou, ik denk wel dat we leuke trades leuke trades voor elkaar hebben. Eens even zien. Even nog de chat erbij. Lagerveld zegt, alt-trader of hypertrader is toch gewoon een tool en geen platform? Dat is een trade tool. Ik zeg ook wel een trade platform, maar het is een trade tool. Het is niet een exchange. Hier staat dus niet je geld op. Je koppelt je exchange, dus daar waar je geld op staat, die koppel je aan een tool als alt-trader of hypertrader. En het mooie is dat je, dat hebben we vandaag al kunnen zien, want we hebben vandaag natuurlijk en gekeken op KuCoin, maar we hebben ook gekeken op Bitfavo. En dat heb ik allemaal in dezelfde tool gedaan. Dus gewoon binnen AllTrady hebben we dat gedaan. Yvonne Hulleman, goedemorgen. Straks nog even terugkijken. Goed idee. Marco zegt ook, goed gereedschap is het halve werk, inderdaad. Ik zag dat Karin had een link gedeeld. Connie doet dit jaar weer mee met de Villa Pardoes Winterrun. Vorig jaar heeft ze ook meegedaan. Heeft ze
hard gelopen. Ik weet niet eens hoeveel. Volgens mij 5 kilometer of 7 kilometer heeft ze hard gelopen voor Villa Pardoes. Heeft een leuk bedrag bij elkaar opgehaald. Er is ook nog een groep van Financieel Blij toen wezen wandelen. Hebben ook nog een leuk bedrag opgehaald voor Villa Pardoes. Wie niet weet wat Villa Pardoes is. Er staat een linkje in de website. Of in de chat. Dat is een linkje waarmee je eventueel Conny zou kunnen ondersteunen. En daar staat ook wel iets meer informatie over Villa Pardoes. Villa Pardoes, dat ligt naast de Efteling. En Villa Pardoes, dat is een vakantiecentrum voor kinderen die langdurig ziek zijn. Of die ziek zijn. En daar kunnen zij met hun gezin komen om een vakantie te genieten. Zodat ouders en broertjes en zusjes helemaal ontzorgd zijn. De zorg wordt overgenomen voor het zieke kind. En zodat iedereen kan gaan genieten van een vakantie. Nou, dat doet Conny eigenlijk al een paar jaar dat ze daarvoor loopt. Vorig jaar heeft ze ook meegedaan. En hebben we vanuit Financieel Blij haar daar ook in ondersteund. Dus dat is leuk om aan mee te doen. Diana zegt ook fijne maandag en bedankt weer. En Dada7 zegt leren treden met €50 is geblokkeerd op Financieel Blij. Kan niet geopend worden. Op YouTube is er niet te vinden. Of doe ik iets verkeerd? Als jij lid bent van Financieel Blij. Financieel Blij Live voor €4,95 in de maand. Dan heb jij toegang tot de leertreden met €50. Als je lid wordt voor €4,95 in de maand, heb je ook toegang tot de donderdagavond live treden. Dus dat is, zit er ook bij in. Ja, dat zijn ongeneeslijke zieke kinderen in Villa Pardoes. En Conny gaat 6 kilometer hardlopen. René heeft vorig jaar ook gelopen, maar helaas lukt het hem dit jaar niet. Maar inderdaad, hè, volgende keer beter. Ik zie dat het is bijna 10:30 en we gaan toch niet meer instappen in een nieuwe trade. Ik vind dat het weer een, al zeg ik het zelf, waardevolle live trade sessie was. Waar we toch weer even net weer iets verder op wat instap. Momentjes, wat dingetjes in zijn gegaan. Wat betreft het treden op de stopmethode. Met de stopmethode. Wil je nog meer diepgang hebben? Hè? Ik hamer er nog maar weer even op. Wil je nog meer diepgang hebben? Financieel Blij Live. Echt waar, als je geen lid wordt, je krijgt in januari spijt dat je nu geen lid bent geworden. Dat is het enige wat ik erover ga zeggen. Maar donderdagavonds gaan we gewoon steeds verder, steeds dieper in op bepaalde trade-methodes, maar stopmethode op een leverage platform. Maar afgelopen donderdag hebben wij bijvoorbeeld gekeken van hoe ga je traden als de Bitcoin zo aan het stijgen is en je kan eigenlijk niet traden met de stopmethode. He, dat je dan de trend swing trade methode gaat gebruiken. Nou, dat heb ik donderdagavond behandeld. Waar ga je dan naar kijken? Waar let je op? Hoe stap je in? En we hebben zelfs een hele leuke voorbeeld trade gehad. Waar we ook met een leuke winst uit zijn gekomen. Dus Financieel Blij Live op de donderdagavond. Je hebt dan ook nog toegang tot leren traden met €50. En ik hoop jullie donderdag te zien. Bedankt allemaal, een hele fijne week. En pas even op, let op de Bitcoin chart. Laat de Bitcoin chart voor jou leidend zijn. Of je op dat moment gaat traden, ja of nee. Is die veel aan het stijgen? Is die veel aan het dalen? Wacht gewoon even met traden. Wees niet eigenwijs om dan toch te gaan traden, zoals ik af en toe eens doe. Maar ook dat loopt niet goed af. Je ziet het nu bij deze trade. Maar laat de Bitcoin chart voor jou leidend zijn. Gaat de Bitcoin zijwaarts? Zit hij in een range? Blijft hij redelijk stabiel? Kan je goed traden met de stopmethode? Is Bitcoin aan het klimmen?
Hè? Dus veel candles achter elkaar, maar aan het klimmen, klimmen, klimmen. Of gaat hij in één keer dalen? Ga dan even niet traden met de stopmethode. Maar kijk dan bijvoorbeeld naar een andere methode. Trend swing trade methode is een hele goede methode als de Bitcoin maar aan het klimmen is. Nou, wie weet zie ik je donderdagavond bij Financieel Blij Live. En bedankt en tot anders volgende week maandag. Doeg!